Ja, zorg dat je hekken dicht zijn, zorg dat ze niet kunnen ontsnappen. Is makkelijker gezegd als gedaan, want honden die bang zijn kunnen heel veel. Hou ze desnoods binnen en als ze echt bang zijn, blijf bij ze. Laat ze niet alleen. Weet je, een hond die wegloopt, die in paniek, die doet rare dingen. Die rent de weg op, wordt aangereden, die gaat de knoek in, die vind je nooit meer terug. Dat is echt erg. We krijgen heel veel telefoontjes, nu al, en het is nog geen eens oud en nieuw, van er is een hondje in paniek aankomen wandelen. Dan zeggen wij altijd van, wacht tot vuurwerk over is. Kijk waar die naartoe loopt. Mocht die nergens naartoe lopen, dan gaan we hem ophalen. En dan zetten we dat op Pet Alert en op onze Facebook. En dan hopen we dat hondje weer teruggevonden wordt. Maar het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. We hebben ook altijd heel veel gewonde honden en katten met vuurwerk. Daar draaien we overtuin mee. Met oud en nieuw hebben we 2 ambulances stand-by staan voor wat er allemaal gebeurt. We hebben het heel druk. We zitten eigenlijk overvol. We hebben plaats voor 80 honden. We hebben er 98. Maar het is niet alleen druk bij ons. Het is ook druk bij de Animal Shelter, waar we best wel mee samenwerken. En die hebben bij ons de noodklok geluid. Dan kunnen jullie alsjeblieft honden van ons overnemen, want we hebben geen plaats meer. En als er geen plaats meer is, dan moet je hele nare dingen gaan doen. Met inslapen en dat soort dingen. Dat willen we niet. Dus ja, dat is echt erg. Het is overdruk bij alle organisaties die met dieren werken, alle opvangen. En daarvoor zeg ik weer, mensen, let alsjeblieft goed op je dieren. Want ze komen binnen en er is niet altijd een chip. Je kan niet altijd de baas vinden. En dan moeten er nare beslissingen genomen worden. Wij willen dat niet, we doen dat ook niet. Dan gaan ze maar in mijn slaapkamer liggen. Maar ja, dat is bij ons, wij zijn hier 24-7. De andere organisaties werken maar tot 5 uur en die kunnen dat niet. Dus die moeten hele nare beslissingen nemen van inslapen. En dat is heel zonde en dat willen we geen van allen. Maar soms kan je niet anders. Uw wensen voor volgende jaar? Dat we heel veel minder hondjes op moeten hoeven te vangen. Dat de mensen goed zijn voor de dieren. En ook nadenken voordat ze een hondje nemen of een kat. Want een hondje nemen is leuk. Maar het zijn vaak puppy's, die worden groot. Die gaan in de puberteit. Die gaan slopen. Die gaan lastig worden. Maar daar moet je mee om kunnen gaan. We adviseren ook altijd, denk heel goed na. Als je hier een hondje of een puppy wil adopteren, je krijgt hem op Bonaire niet gelijk mee. Ze zeggen eerst, kom maar eens kijken. Ga naar huis. Ga nadenken. Kijken of het echt leuk is. Kom terug, ga lekker met het hondje wandelen. Kijken wij ondertussen of er een klik is tussen de hond en de familie. En dan mag je hem een weekendje meenemen. Als dat goed gaat, dan mag je de hond adopteren. Maar wij blijven dat volgen. Het is een levend wezen. Het heeft gevoel. Net als wij. En een gevoel van een hondje is veel sterker dan van de mens. Een hondje is trouw. En als je dat niet goed behandelt, dan trekt hij zich aan. Dan wordt hij depressief van. Of hij gaat andere gekke dingen doen. Dus denk heel goed na voordat je een hondje adopteert. En ik hoop dat iedereen een gelukkig en gezellig nieuwjaar heeft. En dat ze ons niet vergeten in de zin van, kom af en toe even langs. Je hoeft echt niet altijd te doneren. Is altijd welkom, maar hoeft niet. Je mag ook gewoon komen kijken en komen spelen. Want, en dan vooral de kinderen, want jong geleerd is oud gedaan.